Dat maakt niet uit. Misschien freaking op. Er is altijd één zo'n moment wanneer de vlam in de pan slaat. Oh, sorry. Kampioen in Duits. Hoeveel zijn het er? Stop, stop. Ja, kijk, ik ben er eerder. Ga jij filmen dan? Ja, maar nu zijn we 100% illegaal. Ja, maar dat is wel mooi. Oh, er zitten wel prikkel eraan. Snel, snel. Snel, snel, snel. Oké. Is de Montreal. Barcelona's comeback. Oh, Chris. Gladiator. The mastermind. The critic. You're the critic. It's time to go, nu. Oh, wij zitten hier met machinegeweer. En jij bent de eerste die zijn target wordt als jij ons laat schieten. Er is altijd één zo'n moment wanneer de vlam in de pan staat. Fire upon him! Fire around that man! We zitten nu op illegaal terrein. Hier is het sowieso illegaal. Zeggen we allemaal dat we niet wisten dat het verboden was, oké? Okay? Wat we ook zagen. Mensen. Fallback! Dit is nou echt redemption. Inbreken op militair terrein. Deze is wel echt spannend. Oké, we lopen hier nu dus letterlijk langs een hek van... Hiernaast zijn dan echt schietoefeningen en dat soort dingen. Dus het is fucking eng en we weten ook niet of we hier echt mogen lopen en zo. Het is een beetje stil zitten, want we zien echt overal camerabewaking. Een beetje gevaarlijk is dit best wel. Daar, mensen! Oh, maar dit is echt zo verdacht op dit moment. Het is tijd om weer een nieuwe militaire basis over te nemen. Snel, we pakken ze! We pakken ze! Pak die mensen! Dit is weer typisch jouw humor. Nee, maar we zijn hier nu op een serieuze missie vandaag. Okay. Heel gevaarlijk. Omdat hij mijn missie nooit serieus neemt. Wat lach je nou? Lach je nou? Serieuze missie. Er zit een doorn echt in mijn voet. Dit bedoel ik dus precies met niet. Fuck, wacht. Ik hoor niet. Lach. Oké, ik zie nu wel echt iemand. Ja, we zitten hier ook echt volledig in het zicht. Dit is gewoon echt niet handig. Ik heb ook echt... Loop jij daarheen, dan kom ik zo. Ja, oké. Oké, nu zijn er gewoon echt heel veel mensen. Militaire basis 2, dit is niet een handig idee. Snel. Doe alsof je onopvallend bezig bent. Dit is niet bepaald heel onopvallend. Als het goed zijn die mensen zo weg, dan kunnen we wel weer een kijkje nemen daarbij. Oké, jongens, update. We zijn niet heel ver van het hek verwijderd. Ik weet niet of je het kan... Ja, op de achtergrond daar kun je het wel een beetje zien. Dus ik denk dat we even een klein zijwegje moeten vinden met wat meer bos. Dat het wat minder opvalt. Oké, ik zie nu in ieder geval niemand. Nee, dus... Dat okay. Is goed. Dan kunnen we ietsjes verstaanbaarder praten. Oké, mooi. Okay. Nu is het even dat je het echt snel moet doen. Als je echt lang gaat twijfelen bij een hek, dan ziet vervolgens iedereen het. We moeten ook niet te veel rennen, want dat valt ook op. Ja, zeker. Oké, ga zitten naar daarheen. Oh, daar lopen mensen. Ja, kak. Daar kunnen we ook een beetje verstoppen mocht er wel iemand aankomen. Oh, dit is helemaal beschut hier. Kijk toch. Dit is echt een soort tent ongeveer. Ik ga een sprintje maken om iets dichter bij het hek te komen, want de kust lijkt nu redelijk veilig. Harmen, kom. Harmen is het niet eens met dat wij het over deze hei gaan rennen. Maar ik snap het niet. Over deze hei rennen. Waarom niet? Je wil enigszins geloofwaardig overkomen. Ja, dat pad is toch... Je loopt letterlijk als een kleuter om één keer over dat hek te springen. Dat is niet handig om het hier te doen. Daar is letterlijk dat hek en daar heb je bos. Oké, dan gaan we daarheen. We zijn een beetje op een afgelegen paadje op het moment. Het is gewoon een kwestie van rennen. Ja. Oké, daar zijn we er bijna. Oké, jij rent meteen daarheen, daar tussen de bomen. Ja. Ik ben heel even aan het wachten. Als ze hem zien, zien ze mij nu niet.
Er is vliegtuig daar, er is vliegtuig daar. Oké, dit is echt niet goed, dit is echt niet goed, dit is echt niet goed. Oké, daar heb je in ieder geval het hek. Hier zie ik zo snel nog niks. Dus op zich kunnen we hier even kijken. Nou, loop jij even voor? Oké, we lopen nu echt letterlijk over een pad wat er vlakbij in de buurt komt. Dus dit is wel even waar de spanning toe staat. Ik weet ook niet waarom dit hier ligt. Alsof elke dag hier mensen inbreken of zo. Oké, kom eens teruglopen. Ik zie mensen lopen. Oh, het zijn geen militairen. Het zijn daar mensen. Wandelaars. Oké, wij waren allemaal volledig in de stress. Holy shit. Oké. Andere waar lopen zij dan? Ik ga wel van. Ze lopen iets verder, maar ook langs het hek. Oké, ik ga naar heen. Midden in dat militaire terrein. Als er daar een pad is. Wacht, dat prikkeldraad gaat de andere kant op. We zijn aan de binnenkant. Ik ga hier weg. Ik vind dit nu echt niet meer grappig. Ik ga nu weg. Kom dan, nee, niet lopen. Kom dan. Langzaam lopen. Gewoon alsof je hier hoort. Oké, we gaan rennen. Oh, hij loopt alweer. Top. We zitten hier op een basis met overal rupsbanden en dat soort dingen. En het prikkeldraad zit dan aan de buitenkant, zodat je er zo schuin, zodat je er niet overheen kan klimmen. Maar vanaf deze kant kan het dus veel makkelijker. Dus dit is gewoon echt eng. Dit is heel eng. Wat was dat? Een olifant. Als we naar die kant op gaan, houdt het pad hier nou op? Dit pad houdt hier letterlijk op. We staan nu vlakbij het hek. Het is ook echt al bijna donker en dan mogen we hier sowieso in de hele omgeving niet zijn. Tenminste, de zon is aan het ondergaan. Wacht, ik zie de fietser. Okay. Dat klonk heel eng. Oké, hij is weg. Ja, anders ziet hij twee kinderen wegspringen, dan zal hij ook niet heel erg... Kun je niet gewoon over dat hek heen klimmen? Ja, we gaan nu over dat hek. Nergens camera's? Nee, volgens mij niet. Stranded in the open. Dried out tears of sorrow. Yes.